Interessante ontmoeting dus tussen SV Urk en de A1 van FC Omniworld. De ploeg die zo verrassend promoveerde naar de landelijke eredivisie. En dat betekent dat het Almere dus gewoon bij Ajax, PSV en Feyenoord in de competitie zitten komend seizoen. En Urk, het degradeerde het afgelopen seizoen, dat is bekend. Na jaren in de hoofdklasse gezeten te hebben, nu dus de eerste klasse. Beginfase van de wedstrijd met de diepe bal is het Miguel Wells over de linkerflank. En die komt met een afgemeten voorzet. Lohuizen met de vallende kopbal en gelijk de 1-0. Cornelis Kofferman kansloos. En een fraaie kopbal van die rechter spits Lohuizen. Urk leek nog niet helemaal wakker in die beginfase. Het is ook pas de eerste oefenwedstrijd van het seizoen voor de Urkers. Met hier Simon Lindeboom gaat hier afgrijzelijk de fout in. Joey Johnson profiteert, is er als de kippen bij. En de 2-0 na 10 minuten. En dan dreigt het een hele vervelende avond te worden voor SV Urk. De diepe ingooi van Randy Jelis. Lindeboom ziet zijn schot geblokt. Dan de schuiver en de 2-1. Bal leek houdbaar. Maar Lindeboom maakt een klein beetje zijn foutje goed. Veel drinkpauzes tussendoor, want het was warm op Sportpark Fanny Blankenskoen. Na een half uur is het hier Joey Johnson. Mag ongehinderd inkoppen bij de eerste paal en dan is het 3-1. En dan geeft Urk het behoorlijk uit handen. Wat stond hij vrij? Die speler afkomstig uit Amerika die dus op stage is bij de Almeerders. Dan beelden van de tweede helft. Dit lijkt een beetje op gallery play. Johnson! Maar hij ziet zijn schot geblokt en die bal wordt tot corner verwerkt. En dus niet de 4-1 en zijn derde treffer. Dan SV Urk met Jelle Loosman die in de ploeg is gekomen. Zat op de bank omdat hij terugkwam van vakantie. Loosman gebruikt goed zijn lichaam en dan bij de tweede paal Klaus Brouwer. Komt de bal binnen en 3-2. Een redelijk attractief duel dus. En in de tweede helft zagen we dat de A-junioren van Omniworld onzorgvuldig werden. Concentratieverlies. En dat leidde tot kansen. Na het foutje bijvoorbeeld van Bindinga moet Jelle Loosman hier eigenlijk gewoon de 3-3 binnenschieten. Omniworld had het eigenlijk allang moeten afmaken in die tweede helft. Maar dan tegen het einde van de wedstrijd de vrije trap. En dan helemaal vrij invallen Jan de Boer. En dan toch nog de 3-3. Urk pakt een verdienstelijk punt tegen de A-junioren van FC Omniworld. De doelpunten die we tegenkregen, daar gebeurt wel wat aan vooraf. Maar aan de andere kant, het is de eerste wedstrijd. Je speelt op kunstgras, al dat soort zaken meetellen, denk ik, dat we heel positief terug kunnen kijken op vanavond. De eerste helft vond ik een hele goede helft. Ik denk dat we heel aanvallend goed gespeeld hebben. Verdedigend stond het goed. Ja, tweede helft zie je gewoon, naarmate de wedstrijd vordert, gewoon concentratiegebrek. Jongens gaan speels worden en denken, we kunnen het niveau makkelijk aan. Ja, en uiteindelijk wordt het gewoon 3-3. Terwijl ik denk dat we gewoon moeten winnen.